Ja, we zijn weer buiten, lieve vrienden. Het is gebeurd. Ik redde mijn best. Ja. Ik heb een aantal dingetjes even uit zijn WhatsApp moeten voorlezen, hoe en wat. En ja, het is nou afwachten. Maar dan weet ik nog steeds niet wat ik met zijn spullen moet doen. Maar ik wacht eerst eventjes af nog en dan vraag ik het gewoon van ja, wat moet ik dan met die spullen? Vertel me. Ja, we zijn weer bij onze Marianne, die laat ons wat zien. Wat laat jij ons zien? Nou ja, ik heb deze plant gekocht en ik vind hem mooi. Wat is het voor een plant? Ja, god, als je het zegt, het is iets met een M. Maar iets met een M. Ik weet het niet. Dan pakken we straks mijn mobiel erbij en dan weten we het gauw genoeg. Oké. Hij is mooi, hè? Ja, zeker. Hij mag niet in de volle zon. Nou ja, ik heb een tuintje gedaan. Ze heeft een tuintje gedaan, zeg. Ja. Wat is dit, Marianne? Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds dinsdag. De 25e juli en we leven om 11:44. Ik ga rap opschieten. Ik ga de hondjes uitlaten. Daarna pak ik de booster en dan ga ik naar, ja, let wel, luister goed, naar het politiebureau. Waar ook Erwin zal komen. Ja, die komt normaal bij mij thuis, maar dan komt hij ook voor mij naar het politiebureau. Niet dat ik wat fout heb gedaan. Nee hoor, ik ben altijd lief. Ja, ik help juist de politie. Ja, want ik zit in de buurtpreventie, weten jullie wel? Dus dan help ik de politie, ik help, hoe heet die andere lui ook weer, de boa's, ja, boa's weet ik veel. In ieder geval, die ook de boelen een beetje in de gaten houdt, nou dat doe ik ook, dus ja. Maar in ieder geval, het is vreemd weer, nu schijnt de zon en dan is het grijs en grauw en het is niet al te warm, het is 16 graden, dus ja, ik heb maar weer even een jurk aangenomen met 3/4 mouwtjes. Een beetje warmer dan helemaal geen mouw. Ja, dus ik ga zo eerst even lopen en daarna pakken we de booster en dan gaan we de hort op. Ja, ook als we bij het politiebureau geweest zijn, dan hoop ik dat er nog wat juttertjesmarkt is. Dus dan vliegen we daar overheen. Ik moet nog even kijken. Weer bij Big Bazaar en anders bij de Vibra of Zeeman. Ik moet een plantenspuit hebben. Ja. En ik ben ook bij de Action in de buurt. Maar ik wil toch ook graag nog proberen de juttertjesmarkt over te gaan. Dus ja, het is kiezen of je weet het wel. Mijn bril is nog niet wat het wezen moet. Nou, toch zie ik niks. Gekke. Mijn juk, ze zeggen hier allemaal dat mijn jukbeen nog wat dik is. Ja, ik zie dat zelf niet. Maar het kan best komen dat daardoor komt. Ik niet weten. Ja. Maar ja, ik heb zelf weer een panty en een legging aan en laarzen aan. Want toen ik wakker werd, had ik het ook koud. Nou ja, dat is gewoon niet leuk meer. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen. Maar sta mij ook een beetje bij en met de rest geniet ook verder met mij mee. Want ja, genieten doe ik verder ook wel weer. Het is zeker de politiebureau, ja. Wie zit er wel lief? Wel graag. Ik in ieder geval niet. Maar ja, het moet nou eenmaal als je dit door wilt zetten. Moet ik wel. Ja, dus ik zou zeggen, geniet en tot later. Ja, lieve vrienden, daar waren we weer even. Want ik ben met de meisjes al uit geweest. Ik ben voor de zoveelste keer weer naar het toilet geweest. Ik heb even water gedronken. Ik heb de meisjes net een snoepje gegeven. En dan ga ik meer zo wat weer aan doen om naar een andere wijk toe te gaan waar het politiebureau staat. En ik neem jullie gezellig mee. Want ja, wie weet, zit ik onderweg nog wat? Je weet maar nooit. Nee. Wat is het? We zijn net weer terug. Ja, we zijn net thuis. Oh. Hè?
Hopie dopie. Hé? Ja, als ik die kan, hè, dan is het zo prachtig mooi. Maar niet een minuut later, want ze springt op de bank en ze schudt er weer uit en ze is weer een ragebol. Ja, dus je hebt er geen profijt van. Maar zet wel de klitten er even eruit. Ja. Maar ja, ze ziet er goed uit. Allebei trouwens, ze zijn ook allebei mooi. Ja. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van alles met wat jullie doen. Enkel, ja, jullie weten dat natuurlijk ook voor jezelf. In het politiebureau mag niet gefilmd worden, dus dat doe ik ook niet. Dat mag niet, dat hoort niet. Nee, dat gaan we niet doen. Dat vind ik niet netjes. Maar jullie zijn wel bij me. Ja. Dus in morele, hoe noem je dat? In morele steun weet ik veel. Jullie begrijpen me wel. Ja. Maar in ieder geval... virtuele steun. Ja, laten we daar maar op houden. Hé? Ja, en Elwing is ook zo schat, hè. Ja, die is ook zo lief, hè. Hé, Elwing? Ben je ook lief? Ja, hè? Ja. Dus, maar oké, ik ga weer sluiten, lieve vrienden, en jullie in de tas doen, mijn telefoon in de tas doen. Hoeveel staat hij nou? Nou, ik kan hem misschien ontoor doen. Ja, ontoor. Doen we. Hij moet dan even goed nog wel even in mijn tas, omdat ik de boel klaar moet maken. Maar in ieder geval, we gaan ontoor met de mobiel. Ja, doen we in de houder. Dus ik zeg gewoon geniet ze en tot later. Nou, ik kreeg net een appje binnen van Erwin. Die kan niet komen bij het politiebureau. Dus ik sta er even alleen voor. Maar ook dat red ik wel. Ja. Ik ga nou eerst rap naar de wc, anders red ik het niet. Ik zou zeggen, weer genieten en geniet met ons mee. Ja, doei!
Ja, we zijn weer buiten, lieve vrienden. Het is gebeurd. Ik redde mijn best. Ja. Ik heb een aantal dingetjes even uit zijn WhatsApp moeten voorlezen, hoe en wat. En ja, het is nou afwachten. Maar dan weet ik nog steeds niet wat ik met zijn spullen moet doen. Maar ik wacht eerst eventjes af nog en dan vraag ik het gewoon van ja, wat moet ik dan met die spullen? Vertel me. En dus, maar ja, komt allemaal wel goed. Ik ga, het is nog bij tijd, hoe laat leven? 2 uur, dus ik ga eventjes lekker jutteren op de markt. Ja, het heet niet voor niks juttertjesmarkt. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. En ja, de terugweg ga ik natuurlijk nou niet filmen, want dat weten jullie. Dat is hetzelfde als de heenweg, gewoon de kortste weg, de kortste route. Dus dat gaan we gewoon doen. En hou je fatsoen. Ik zou zeggen, tot later. Doe maar hoor, ik ben aan het filmen. Ja, lieve vrienden, er wou er eentje blijven staan omdat die dacht dat ik foto ga maken. Nou nee, echt niet. Ik ga filmen. Ja. Ik zit weer bij mijn vertrouwdste plekje, bij mijn eigen tafeltje. Daar zie ik altijd. Hallo. Hallo, schat. Kan je een video maken? Ja, natuurlijk hè. Dat moet toch even. Ja. Oh, is dat even kunnen. Kijk, dan doen we het zo. En dan zitten we daar weer. Ja, is goed. Ik wil wel een wijntje en misschien een dimmetje, speciaal. Dus ja, dan weten jullie gelijk wat ik weer bestel. Dus ja, Coca-Cola hoef ik niet. Nee. Maar in ieder geval, daar zitten we weer. Ja. Nou, weer draaien. Zo, even andere hand weer. Zo. En daar zijn we weer. Ja, dus even een wijntje. Het is dinsdag, de markt is er nog. Dus ja, waarom niet, hè? Ja, je moet jezelf toch verwennen, vind ik. Ja. En dat komt allemaal goed. Ja hoor, dat komt allemaal goed. Ik kom er net nog iemand tegen, ook hartstikke leuk even. En ik heb weer een nieuw lampje. En die heb ik eerst uitgeprobeerd. En die doet het. Ja, tenminste, daarnet wel. Dus laten we hopen dat hij het ook blijft doen als we thuis zijn. Ja. Dat hij dan weer doet. Laat ik het zo zeggen. Maar jij ziet mijn eigen bril wat hoort. Kijk, dankjewel schat. Dus ja, ik heb een wijntje. Ik laat het niet zien vanwege de jongeren onder ons. Want ja, de jongeren zijn steeds jonger en jonger en jonger die aan de pimpel gaan. Nee, dat moet je niet willen. Het is niet voor de jeugd, het is voor de volwassenen. Of niet dan, meneer? Dacht ik. Proost. Ja, ik mag het niet laten zien. Want de jeugdigen, die gaan... Ze zijn heel jong, beginnen al te drinken. Nou, dat mag niet. Ik ben een vlogster. Maar in ieder geval... Wou je erop? Nee, ja. Maar in ieder geval, lieve vriend, ik zou zeggen, geniet ze. En geniet een beetje met ons mee. Ja, we zijn weer bij onze Marianne. Die laat ons wat zien. Wat laat jij ons zien? Nou ja, ik heb deze plant gekocht. En ik vind hem mooi. Wat is dat voor een plant? Ja, god, als je het zegt, het is iets met een M. Maar ik iets met een M. Ik weet het niet. Dan pakken we straks mijn mobiel erbij. En dan weten we het gauw genoeg. Oké. Okay. Hij is mooi, ja. Ja, zeker. Hij mag niet in de volle zon. Nou ja, en ik heb mijn tuintje gedaan. Ze heeft dat tuintje gedaan, zegt ze. Wat is dit, Marianne? Dat zijn tomaatjes. Tomaatjes? En dat boontjes? Dat zijn zaden van, van een plant. Die moet even drogen. Ja. En dat zijn tomaatjes. Maar ik had de koeienstomp bijgegooid en te veel. Dus dan gaan de bladen gaan stukken. Ja. Dus, en ik had het plant weggehaald. Dus. Nou, nog meer gekocht? Ja. Hier al deze, roosje gekocht. Roosje, roosje, roosje. Oh, dat. Kijk, deze. Is een roosje, een roosje, een heel klein roosje. Ja. Waar? En deze heb ik. Oh, lila. Lila. En paars. Dat was het.
Nou, toch leuk. Moet een beetje groeien. Hey, hey. En die vind ik ook mooi. Ja, die had ik al vorig jaar. Maar die is wel mooi. Ja, vingerroetskruid, hè. En deze had ik gekocht. Die is ook mooi. Nou, die heb ik in het midden gezet. Die pot. Ja. Is ook mooi. Mooie stelen. Ja, de kleuren zijn gewoon mooi. Ja. En die komt uit. Die is ook mooi. En wat is dat voor een bloemetje? Geen flauw idee. Maakt niet uit. Dan vind ik iets mooi en dat gaat altijd goed. Hier nog zoiets. Ja, ik hou daar ook van. Een vlinderstruikje, maar die moet even uitkomen nog daar. Ja. Dat is ook lila. Ja, dat komt ook strak om. Bij mij is dat paars, hè? Mijn vlinderstruik. Het komt straks allemaal uit, het is allemaal blauw, het is monnikskap. Okay. En daarachter staat grootmoeders oorringen. Oh. Die heet gewoon zo. Grappig. Ja, leuk hè? Ja, echt. Maar dit is ook mooi. Ja, en die bloedt al helemaal, bloedt al helemaal zo. Hoor. Ja, zo doen we dat hè? Ja, echt. Ah, je hebt je vogeltje ook weer opgeraapt, zie ik. Die staat ook weer te staan. Ja, zijn snavel is er even af. Ja, dat zei je. Ja, ach, hij mag wel blijven hoor. Nou, het is weer mooi, schat. Ja, toch? Ja. Het is een klein tuikje, maar ik vind het prima zo. Ja. Het is allemaal werk, hè? Ja, allemaal werk. Allemaal werk. Nou, en heb je hier nog mooie bloemetjes staan? Ja, die heb ik nog eens meegenomen. Nou, toch lief. En deze was afgeknapt en die gooi ik dan niet weg, hè? Nee. Dus zo doe ik dat. Ja, hartstikke goed, schat. Je bent goed bezig. Echt wel. Echt wel. Ja. Klaar. Nou, kusje, kusje. Ik denk dat ik krijg rode lippen van jou. En dat valt wel mee. We gaan weer lekker zitten. Zo, lieve vrienden, we zijn weer lekker thuis. Eigen huis is goud waard, ja toch? Vind ik tenminste wel. Maar, wel gezellig gehad, ondanks dat ik ook naar het politiebureau ben geweest. Nou ja, ik stond met een uur weer buiten, dus ja, helemaal top, helemaal geweldig. En ik moet zo meteen ook nog Theresia even bellen, mijn lieftallige vriendin, het is begonnen als Facebook-zusje, maar we zijn nu ook in het echt bij elkaar al geweest, dus die moet ik even op de hoogte brengen. Ik ben al met de meisjes uit geweest. En ja, al met al was het verder een geslaagde dag, ondanks dat ik ook verdriet heb, want dat heb ik jullie nog niet eens verteld. Nee, waarom ik verdriet heb? Nou, het is vandaag exact, precies, 6,5 jaar geleden dat mijn mannetje is overleden. Ga je 6,5 jaar terugrekenen, dan kom je op 25 februari 2017 uit. Ja, toen is hij overleden. Nou ja, dat is toch weer een datum. Dat doet je pijn, dat doet je zeer en dat doet je verdriet. Ja, maar we gaan gewoon vrolijk door. Ik heb ook even een nieuwe plantenspuit gekocht. Voor die stekjes waar ik ook mee bezig ben. Ja, dus zo even het kaartje eraf knippen. Anders is met een heel dun taaieripje, nou dan ga ik niet kapot breken, want dan snij je jezelf in de handen. Ja, heel dun. Nou, dat kan weg. Voilà. En hij is mooi zalgroen. Ja. Ja. Zit niks in. Je voelt niet eens hier wat. Doe het maar. Je voelt zelfs niet wind. Dus ja, daar kan ik ze vast water in doen. Morgen mogen ze, mag ik ze besproeien, die blaadjes. Ja, dat is helemaal leuk, helemaal geweldig. Ik ga hem gewoon vullen en ik ga hem eventjes boven de grootsteen uitproberen welke stand hij nodig heeft. Want het moet een nevel wezen. Dus ja. En niet een straal of zo. Dat moet niet. Dus dan zet ik hem er gewoon bij neer. Dan kan ik hem benevelen. En dat hoeft niet vaak, want het is een vet plant. Dus ja, daar heeft hij genoeg aan. En wat ik begrepen heb, 1 keer in de maand. Maar ik zal wel nog een keer kijken. En dan eventjes op YouTube. Hoe ze dat doen en wanneer ze dat doen. Dus, maar ik moet ook zo meteen een hapje eten. Ik ben lekker vroeg.
want ik had de meisjes, zoals ik al zei, ik heb de meisjes al uitgelaten. Het is nu 18:29, dus bijna 20:30. Dus helemaal geweldig, helemaal goed. Er heeft ook niemand gebeld. Ook helemaal goed, helemaal geweldig. En ik ga gewoon van mijn avond genieten. En ik ga een vlog in elkaar zetten. We zullen het beleven. Ik zou zeggen, geniet van alles. En geniet ook met de dingen die je zelf doet. Maar geniet ook af en toe eens met een ander mee. En vooral ook met mij. Ja, komt het helemaal goed. Blijf vooral kijken en hou alles in de gaten. Want doe het zelf niet, dan wordt het wel door een ander gedaan. Ja, toch? Ja. Nou, doelidokies. Ja, lieve vrienden, het is weer de hoogste tijd dat ik mijn hondjes uit ga laten. Hè, mijn meisjes. En om daarna lekker naar bed toe te gaan. Ja, want het is 0:55, dus 1:05. En eerder ik weer terug ben, dan is het zo wat 1:30. Dus ja, dan leg ik misschien hopelijk voor 2:00 op mijn bedje. Dus ik zeg, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard morgen ook weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het allemaal. God die houdt over ons allemaal de wacht. En ik zeg, tot aan de andere kant van de nacht.